Door is de kortste route en langzaam maar zeker kruipt ze naar die voorste paarden toe. Nog steeds Jovanetic aan de kop van het veld. En op de tweede plaats is het Jamie Foxx die weer een half spoortje naar binnen gaat. Pas op Melindaatje, pas op Melindaatje. En de vierde positie is het Wim Hendricks met de startnummer 1. Johanna Baldwin die zelfs in de aanval gaat op Jamie Foxx. Jamie Foxx lijkt het een beetje te laten zitten. En Hotshot Rob loopt door naar de tweede plek. Maar Jovanetic als soeverein gewoon nog aan de kop van het veld. Ja, de Franse kap misschien toch wonderen. Hiltje Chalsma zit makkelijk. In tweede plaats Hotshot Rob. Derde positie zit Wim Hendricks. Aan de buitenkant komt Illimani Montana opzetten. Ja, Illimani Montana wordt eindelijk losgelaten en komt in het derde spoor naar voren. Maar kijk naar Jovanetic. En die heeft hier een hele grote voorsprong. Hotshot Rob die weert zich geweldig in dit geweld. En daar komt aan de buitenzijde aan Illimani Montana. Maar wat is dit mooi, deze overwinning van Jovanetic en Hiltje Chalsma. Ongekend goed vandaag. Wint het hier met een straat. Strijd voor de plaatsen. Illimani Montana snoept hem nog net af van een geweldig Hotshot Rob. En op de vierde plaats Jamie Foxx. Dat is uw voorlopige Zea de Grootgroep BV Quartet. Ja, Niels, jij moet van dit koersje hebben genoten. Dat kan niet anders. Ja, inderdaad. Linda deed het fantastisch. Binnendoor, binnendoor, binnendoor. En een fantastische derde plek is het resultaat. Tegen goede paarden. En dan wint ook nog eens je vriend Jovanetic, die je eigenlijk min of meer het leven hebt gered. Nou, dat wil ik niet zeggen. Kijk, ik was precies op het juiste moment, op de juiste plek. En je doet wat je moet doen. Ja, je bent een paardenman en in hart en nieren. En dan doe je soms rare dingen. En dit is een van die rare dingen die je dan doet. En je redt een paard een leven. Ja. Startgevallen paarden onderweg, strijd om de leiding aan de buitenzijde. Jovanetic die vliegt naar de kop. Jovanetic heeft de leiding genomen. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde Jamie Foxx. Peter Wisker probeert zijn paard in te parkeren, maar ja, dat is een grote jongen, maar het lukt hem wel. Daarachter aan de binnenzijde Johanna Baldwin, eerste paard aan de buitenkant, Loverboy Vrijthout. Dan volgt Hotshot Rob, alle paarden die zijn goed weggekomen. En achter Hotshot Rob dan het laatste tweetal, bekijken we vanaf de reling. En dan heeft Illimani Montana nog wel het een en ander te doen. En die wordt aan de buitenzijde geflankeerd door paard nummer 8, Gabor Reis. Een pittige beginfase waarbij de Fransen kap zijn uitwerking niet heeft gemist. Nee, de daderang van Jovanetic lijkt bevorderd. Hiltje Chalsma zit makkelijk achter Jovanetic. De tweede plaats is het Jamie Foxx met Peter Wisker. Derde plaats aan de binnenkant is het Johanna Baldwin met Wim Hendricks. En de buitenzijde is het Loverboy Vrijthout met Chantal van Ooyen, die het onvoordelige parcours het dode spoor krijgt. De binnenzijde is het Linda Hamming met haar Hotshot Rob. En de buitenzijde is het dan Cabo Reyes. En als laatste aan de binnenzijde Illimani Montana. Op dat moment, wat ik dat zeg, gaat Cabo Reyes naar het derde spoor. Ja, die gaat eens kijken of er wat te halen valt. Wim Brouwer, moedige actie van hem zo vanuit de start van het veld. Maar ja, daar blijven liggen is natuurlijk ook geen optie. Ze laten Jong Holland achter zich, de Green Art Production bocht. En nog altijd met de handen vol Hiltje Chalsma op weg naar de Boco Stables bocht. En ja, de vraag is even natuurlijk of die nummer 5 Jovanetic dit vol gaat houden. Want op dit moment heeft Hiltje er de handen vol aan. En zit die Peter Wisker heerlijk op het vinkentouw met zijn nummer 6 Jamie Foxx. Moet wel een beetje uit gaan kijken, want er komt aan de buitenzijde een reactie. Paard nummer 1, Johanna Baldwin, is van de reling afgegaan. En kijk naar die Linda Hamming. Die denkt binnendoor is de kortste route. En langzaam maar zeker kruipt ze naar die voorste paarden toe. Nog steeds Jovanetic aan de kop van het veld. En op de tweede plaats is het Jamie Foxx die weer een half spoortje naar binnen gaat. Pas op Melindaatje, pas op Melindaatje. En de vierde positie is het Wim Hendricks met de startnummer 1. Johanna Baldwin die zelfs in de aanval gaat op Jamie Foxx. Jamie Foxx lijkt het een beetje te laten zitten. En Hotshot Rob loopt door naar de tweede plek. Maar Jovanetic als soeverein gewoon nog aan de kop van het veld. Ja, de Franse kap misschien toch wonderen. Hiltje Chalsma zit makkelijk. In tweede plaats Hotshot Rob. Derde positie zit Wim Hendricks. Aan de buitenkant komt Illimani Montana opzetten. Ja, Illimani Montana wordt eindelijk losgelaten en komt in het derde spoor naar voren. Maar kijk naar Jovanetic. En die heeft hier een hele grote voorsprong. Hotshot Rob, die weert zich geweldig in dit geweld. En daar komt aan de buitenzijde aan Illimani Montana. Maar wat is dit mooi, deze overwinning van Jovanetic en Hiltje Chalsma. Ongekend goed vandaag. Wint het hier met een straat. Strijd voor de plaatsen. Illimani Montana snoept hem nog net af van een geweldig Hotshot Rob. En op de vierde plaats Jamie Foxx. Dat is uw voorlopige Zea de Grootgroep BV Quartet.